Let's go. Let's start. Dat is goed. Ja, mee. Ja, ze. Ja, zo. Mijn subject. Hi. Ja, hallo. Yo. Ja, alvast bedankt dat jullie dit willen doen. Dat helpt ons wel echt in het gesprek. Ja. Alright. Sorry, man. Ik ben Timo. Ik ben Glody. Mohamed. Ja, en dan Max wel. Ja. Dat is Justin, Misha en Jaro. Ah, yo. Oké, begin met Timo. Dus waarom dat we dit eigenlijk doen, is omdat wij een vak hebben en dat heet internationale sales en marketing. En voor dat vak moeten wij dus een bedrijf vinden en moeten we kijken of dat bedrijf dat in België werkt, ook zou werken in Nederland. En we hebben een kunstgalerij daarvoor gekozen, die decoratieve kunst verkoopt. En we willen nu kijken of dat die kunst in Nederland ook zo geapprecieerd wordt en dat dat ook zou werken daar als in België. Maar daarvoor hebben we expertise nodig. Jullie. Dus daarom deze vraag. Nice. En jullie moeten een paar vragen stellen dan nog. Ja, inderdaad. Ja. Alright. Hier met de eerste. Maxa, ik heb een foto. Het wordt hier even een beetje geluid, dus we gaan even ergens anders zitten. Geen probleem. Ah ja. Hier op. Ja. Oké. Oké. Voor de eerste vraag heeft Marcel jullie net een foto doorgestuurd. Je kunt dat meer eens bekijken. En het is heel simpel. Welke kunst vindt u het mooist? Oké. Okay. Okay. Ze hebben een foto. Nee. Alright. Deze allemaal? Ja. Oh, sowieso linksonder. Linksonder. En wie zit daar? De mensen in kleding. Oké. Mag je er meerdere kiezen of is het echt één? Ja. Want ik vind die Apollo ook heel vet. En waarom eigenlijk, als ik vraag mag? Ja, ik vind de kleur heel mooi. En de hoek vanuit waar die is gemaakt. Het is heel sfeervol. Het is een beetje vet, weer wel, maar... Welke foto? Die Apollo. Die neon, die foto van een soort muziek. Die neonlicht, ja. Dat is denk ik een concertzaal of zo. Ja. Die Apollo. Ja, het is van een Apollo. Die hond. Het is een soort van... Chihuahua. Nee, ja, die snap ik. Die struisvogel. De installatie is wel cool. Dat is de enige installatie die ertussen staat. Oh, wow. Die installatie ook cool, rechtsonder. Rechtsonder? Oh, is dit schilderij? Ja. Ik ga denk ik voor rechtsonder en... Dat is een paard, hè? Een kassenpaard. Ja, ik denk, het hangt een beetje van af, want het zijn nu allemaal plaatjes. Het maakt denk ik uit of je dit echt ziet of niet. Heel groot, het is wat of je schilderij sommig zijn en zo. Wat voor materiaal is die soort van gradient van paars naar groen? Ik dacht eerst dat het een plaatje was. Dat beweegt soort van, als je daar langs loopt, verandert de kleur. Met dat de rechterkant van alle bloemen is dan één kleur. Dat zijn eigenlijk bloemen van steen gemaakt. Allee, van een soort bakkeliet. Oh. En als je daar dan voorbij loopt, verandert dat van kleur.
Wow, ja, een beetje dat is interactief. Vet. Dat vind ik ook wel dat vind ik ook cool. Dat is een andere zaak. Wat is het? Kino's. Wat zei je? Mag je een meer kiezen of eentje maar? Nee, doe maar, doe maar. Ja. Dan mocht je meerdere kiezen. Misschien elke één kiezen. Ik ga dan voor die gradient. Ik vind die gradient ook wel big. Maar de grootte van het plaatje vind ik ook wel in. Ja. Dus de installatie vind ik cool, want dan kan je ergens omheen lopen. Ja. Nou, van als ik een paaltje. Ik ga voor de Afrikaan. Voor de Afrikaan? Oké, dan gaan we doen naar de volgende vraag. En anders toe dan. Zeg maar. Oké, jullie hebben nu die foto's gezien. Hoe onderscheiden we onszelf van de andere galerijen in Nederland? Zijn dat soortgelijke kunstwerken of niet? Wacht, bedoel je België versus Nederland? Ja, dus deze foto's die u net hebt bekeken, zijn er soortgelijke kunstwerken in Nederland of niet? Jawel, heel veel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat stedelijk... Ik denk dat wij wel dezelfde dingen hebben in Nederland. Ja. Dus uiteindelijk, als we deze kunst in Nederland zetten, zijn geen verschil. Dan denk je, het is allemaal hetzelfde. Nee, ik moet hebben dan mensen denken, wat is dit voor iets raars? Komt het uit België of zo? Komt het uit België? Hoe denk je dan dat we ons zouden kunnen onderscheiden? Een idee? Wat? Heeft u soms een idee hoe we ons zouden kunnen onderscheiden? Of jullie een idee hebben hoe dat zijn? Ik denk dat je niet moet kijken naar landsgrenzen, maar naar wat er wordt gedaan en wat er nog niet wordt gedaan. En dat je een vorm van kunst vindt die mensen boeit, maar die ook nog niet heel bekend is of die nog niet veel wordt te zien is. Ik denk dat dat meer de truc is. Ik denk ook dat kunst veel meer een internationale aangelegenheid is. Normaal in de westerse wereld. En dat trends worden gevolgd. Dus ik zou kijken naar de trends binnen de wereld en kijken of je met iets nieuws kan komen wat verrassend is en interessant. Mm-hmm. Maar jullie willen je juist identificeren. Sorry? Jullie willen je identificeren. Ja, het zou leuk zijn, want Nederland, Den Haag, Amsterdam, dat zijn allemaal grote steden. En als wij, van iets komen door mensen, denken direct weten van oké, dit zijn Belgen en zo'n beetje meer. Dat mensen ons associëren met kunst. Sorry, kan je dit verhalen? Van als we naar België, dat we ons producten in Nederland zouden kunnen verkopen, dat mensen direct weten van bam, we zijn iets anders, dat ze ons kunnen associëren met iets. Snap je een beetje? Ja, ik weet wat. Grond in Amsterdam, ik weet niet of je dat kende. Sorry? Dat is een instituut voor grond. Hond? Dat is een instituut voor België binnen Amsterdam. Dus die regelen alleen maar artiesten uit België. De brakke grond in Amsterdam. Dus die proberen wel een soort identiteit te halen uit iets anders dan. Kan je dat spellen? Want ik hoor dat niet zo goed. Brakke grond. Brakke grond, ja. Dat is een instituut in Amsterdam die alleen maar Belgische kunstenaars levert en daar exposities voor Belgische kunstenaars. Wauw. Nou, wist dus ik niet. Ik probeer wel eens een identiteit te halen uit een Belgische identiteit in hun werk. Dat is interessant, hè? Dat is een vraag van dat ligt hier in staan. Scandinavië ook een Belgische stijl hebben? Alsjeblieft. Nou, Scandinavië heeft bijvoorbeeld een heel erg duidelijk stijl. Ja. En is het nu dat België dan ook zo'n eigen stijl heeft? Dat weten we echt niet. Ik denk dat België vooral een beetje variërend zijn. Mensen zoals uw vriend zei, die zich. Die zulke dingen doen, anders ook. Dus we hebben echt een beetje van alles, denk ik. Kun jij dat horen? Ik kan het even niet horen. Ik bedoel, we hebben niet echt een Belgische stijl. We hebben zo een beetje van alles iets en nog wat. Ja, maar Nederland is ook wel zo. Ja,
Maar gaan jullie allemaal, zijn allemaal in een kunstgalerij eens geweest? Ja. En, zijn we wel eens in een kunstgalerij geweest? Ja, ja. En jullie ervaring in de kunstgalerij, is dat gewoon, jullie komen binnen, jullie kijken, of is echt met muziek, kleuren, of varieert dat van kunstgalerij tot kunstgalerij? Ja, ik ga vaak gewoon naar exposities. Ja. Dat bepaalde artiesten iets zien, en dan denk ik, oh, dat wil ik zien, en het is dan daar, en dan ga je daar naartoe. En bij de anderen? Sorry? En bij de anderen? Voor mij is het of naar de kindermusea, en dan is dat vaak zijn daar dan ook exposities bezig, of ik hoor inderdaad van de expositie die er is, en daar ga ik dan heen. Ja, dat is wel een beetje... Ja, maar soms heb je ook gewoon dat je denkt, ik ga, oh, dat je ergens langs loopt en ik ook ga even kijken, en dan kom je ook gewoon ergens terecht. En dat is allemaal gratis ook. Ja? Dat is allemaal gratis. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld een museumjaarkaart, dus dan kan ik altijd gratis naar het museum. Dus daar betaal je dan één keer voor in het jaar en dan kan je gewoon altijd gaan. En vaak is het ook best wel betaalbaar, die kleinere exposities vooral. Het Rijksmuseum zo betaal je wel blauw, maar voor de rest, de kleinere dingen zijn vaak goed te betalen, dus dat valt ook mee. Ja. Oké, dankjewel. Wat zijn jullie top 3 artiesten en welk soort kunst hebben jullie graag? Hebben we wat? Ja. Hebben welk soort kunst? Oh, graag. Moet dat van Nederlandse artiesten zijn of kan dat internationaal? Ja, liefst van Nederland. Oh. Zo, maak je dat moeilijk. Ik ben zelf wel fan geraakt van Van Gogh. Ja. Of doe maar gewoon internationaal, mag ook zo. Ah, top. Wel internationaal? Ja, doe maar. Oké. Okay. Ik moet even zijn naam opzoeken. Ja. Hij heeft Night in Venice geschilderd. Dat is een schilder die... Van de fotograaf hier ook onder? Ja. Oké. Ik zou Anish Kapoor zeggen. Ja. Nana, nou, weet ook veel van kunst. Olaf Eliasson. Oh, nice. En voor Nederlands dan sowieso van Gogh. Hij is een Gogh, maar niet zo vet. Van Gogh is helemaal niet zo vet. Ja, maar je moet het... Wie is de laatste? Van Gogh. Van Gogh. Helemaal saai. Ik vind Frida Kahlo wel cool. Mm-hmm. En ik had laatst in het MoAM een fotoserie van Andy Warhol gezien. En dat was ook heel erg vet. Ik was laatst in een expo in Boijmans en daar hadden ze allemaal kleding ontworpen die handig zou zijn in het dagelijks leven. Dus een jurk waar je in kan slapen. Dat is heel cool. Ik weet alleen niet hoe die mensen heten. En Japanse ontwerpers waren dat. Misschien weten jullie het. Het zijn toch mensen die grotere kunsten, maar ik weet niet... Hoe dat bij jullie precies... Jullie hebben ook groot musea, toch? Ja, maar het is totaal niet zo populair in België als in Nederland. Nee. Kunst is een beetje ondergewaardeerd, jammer. Ja, joh. Oh. Terwijl jullie kunstonderwijs beter is dan in Nederland. Ja, het onderwijs is wel goed. We hebben veel kunstonderwijsinstellingen, maar als je kijkt naar de plaatsen dat er zijn voor de moderne kunst dan vooral, is eigenlijk weinig. Gaan ze eerder naar Nederland of Frankrijk? Want... Maar oude kunst is represented, dat zie ik. Ja, ja, precies. Oké. Wie is jouw kunst? Volgens mij een vraag naar de tentoonstelling van Ai Weiwei, heet dat toch? Ah, Ai Weiwei is zo vet! En dat vond ik, ja, dat was niet per se... Ook voor mij! Ai Weiwei. Het is niet esthetisch heel erg mooi, maar wel gewoon... Ja, wel heel mooi. Hij maakt heel erg statements en dat vind ik vet als ook in kunst. Hij heeft gewoon een gescheid aan de overheid en dan gaat hij gewoon elke keer ook zo presenteren. Ook meer van die actiekunst, weet je. Dat vind ik heel vet. Ja. Hoe heet ook nu de chick en die guy die zo... De laatste hadden natuurlijk ook echt niet niet, het is ineens een muur dat hij uit elkaar ging. Ja. En dat zij zo'n extra hard had, dat hij ineens voor haar neus had. Ja. Hoe heet ze ook?
idee. Die ene chick die in mensen in tent in de ogen ja, zei, ja, ja, die, ja. Oh, hoe heet ze? Dat is zo'n Russische naam, weet ik dat niet? Ah. Dat was een Russisch stel en die hadden altijd samen kunst gemaakt en die hadden een relatie en toen met elkaar. Toen hadden ze afgesproken, we gaan allebei van één kant van de Chinese muur naar elkaar toe lopen. Mm-hmm. We hadden daar gemiet en dat was de laatste ontmoeting ever. En toen had zij een keer een action art waarbij ze heel lang naar mensen kunnen kijken. En dan mocht je zelf zitten en weglopen wanneer je wilde. En toen zat hij dus ineens voor haar neus. En toen dacht ik, oh my god. Oh nee, ik ben Abroma vriend. Ja, Sabrina. Sabrina. Nee, lekker. Leuk. Abramovic. Ik ga me af. Dus ik zelfs ook zeg, in een museum ga dan naar galeries of zo. Galeries. Hoe is dat in België dan? Is dat daar gewoon galeries aan zo populairder om een moderne kunst te komen dan musea? Ja, in België. Maar ik denk ook dat veel underground is, dat wij niet van weten. Die vraag is hoe dat op ons is. Is op ons is. Er is veel. Was dat er ook bij ons zo? Ja. Er zijn tentoonstellingen van ons, maar het ding is, ik ken het niet zo goed met café's doen dat wij kennen. Vooral in de steden zoals Antwerpen. Jullie kennen toch Antwerpen? En want daar, ik heb het gevoel dat ze toch wel, vooral underground, bezig zijn met zulke dingen. Voor de rest, in Gent misschien ook een beetje, maar de rest weet ik niet. Brussel ook een beetje. Het is vooral, ik heb het gevoel vooral Antwerpen, Brussel en Gent. Voor de rest zijn de steden hier in België een beetje saai. Gent heeft ook een hele grote soort galerij, waarbij ze... ook allemaal expos van kleine kunstenaars presenteren met zo'n paar verdiepingen waar ze gewoon nieuwkomende artiesten neerzetten. Maar ik weet wel, we hebben wel veel galerijen in België. In Gent hebben we een stuk galerijen. Maar moderne kunst. Maar moderne kunst, dus ik ben er niet echt diep in. Snap je een beetje? Maar ik weet wel, we hebben heel veel galerijen hier. Vooral de grote steden. Oké, okay. De next question. Is het hier? Zeker. Zien. Welke kunst ontbreekt er in de wereld? Ah ja, eigenlijk. Al die kunsten dat ze hebben gezien, er zijn beelden, zijn foto's, er zijn bakkeliekwerken, er is hard. Wat ontbreekt er daar? Dus jullie hebben die foto daar juist gezien. En er was er iets met beeldhouden, er was er iets van porseleinen gemaakt. Fotografie was er. Er was iets van hout. Er waren zo van allemaal verschillende dingen. Maar was er iets bij dat jullie denken van, oké, dat ontbreekt wel. Dat is misschien nog iets dat de galerij ook zou kunnen in verdiepen als ze naar Nederland zouden willen gaan. Een soort kunst dat ontbreekt. Ja, wat was dat? Mister iets. Nou, weet je wat wij in Nederland best wel veel hebben in Rotterdam, voornamelijk dan? Van Boymans en Tent, weet ik die van Tent is een galerij. Boymans en Tent. Boymans en Tent. Ja, die ene galerij heet Tent en het Boymans Museum. En daar hebben ze best wel veel kunst waar je zelf, waar je ook bijvoorbeeld ergens in kan kruipen of ergens naar binnen kan lopen. Ja. Omgestaan of weet ik wat. Dus actievere kunst. Op het laatst was ik in Schiedam naar een tentoonstelling over suiker. En daar kon je allemaal beelden likken en zo. Dus kunst cool. Waar je iets mee kan doen, alleen actief een beetje, zoals die wil zeggen. We willen kunst likken. Maar dan kun je er ook zo gewoon door. Maar dat ze dingen op de grond bouwen en dan. Ze hadden een soort van. Zandkasteel van suiker gebouwd waar je nog gewoon zo doorheen kon lopen. Dus als jullie zelf kunst zouden maken, wat zouden jullie dan maken? Zoals je zelf een artiest zou zijn en... Of maken jullie nu al kunst? Of maken jullie iets dat dan ook, hè? Dat jullie erin... Wij maken allemaal muziek, maar als we kunst zouden maken, zou ik eerder met projectie werken. Met video's. Projectie.
Samen met VR of zo. Dus, dat is ook wel goed. VR is een huis. En stel, je krijgt een project, iemand geeft je geld, je mag iets met VR maken. Concreter, wat zou je dan maken met VR? Als je gewoon als je gefinancierd bent, echt wel kan doen wat je wil? Ja, ja. Ja, grote uitpakken natuurlijk. Zo, nou, weet ik wel, zo'n groot werk als zo Richard Serra of zo, weet je wel. Die neemt echt de ruimte in het slag van kunstwerk. En dat vind ik wel impressive. Ik zou het wel cool vinden als je zo groot zou kunnen werken. Want dan dat soort van, ja, weet ik, dan leg je in een relatie tot kunstwerk zoals het zo kom je heel dichtbij. Mooi. Ja. En de rest, welke projectie is er nog iets? Ja, fotografie, schilderen, beeldhouden, beelden likken. Sowieso niet fysiek gelieverd of zo. Ik zou denken, of iets projecteren of iets filmen. Iets filmen. Of projecteren. Ja. Dat zijn denk ik wel iets met een foto op de school doen. Oké, volgende vraag. Op wie zouden wij ons richten? Welk doelgroep zouden wij kiezen als we ons kunst in Nederland zouden verkopen? Hipsters. Kopen 50 jaar. Ja, inderdaad. Juppen. Verkopen dan. Mensen die niet zijn. Juppen, want die willen even huizen. Of mensen die collectors zijn. Maar. Het zijn gewoon mensen die niet blijven huizen. Goed. Ja, we gaan naar musea en pas wel geld kopen. Dan gaan we snel naar musea. Dat gaan we later eens pakken. Maar wie denk je dat ze allemaal met museum jaarkaart rondlopen? Dat zijn al die ANWB-stellen. Midlife crisis is toch niet te gaan lekker samen naar het museum? Dat is een aanleiding om dan kunst te kopen, want je wil iets. Nee, ze gaan auto's kopen en nieuwe vriendinnetjes. Ja. Ook al kunst, weet je. Uit Thailand. Nee, ik wil niet verantwoorden. Nee, hippe jonge stellen rond de 30, net aan kinderen krijgen en net een huis hebben gekocht. Of mensen die collectors zijn en artiesten volgen of weet ik wat. Dat is zo'n niche. Ja, maar die kopen geen kunst. Nee, dat is misschien wel. Het ligt aan hoe je het definieert. Ik denk dat voor onze leeftijd zijn we best wel grafisch werken. Waar je nu nog oplaag van kunt. En dan dat je van in zo'n oplaag aan de muur kan hangen. Wat dan niet zo duur is. Want wij gaan niet in beeld. Ja, zoals een kerstschilderij. Nee, maar dan weet ik wel echt van een top. Daar zijn nog wel geld over om echte kunst te kopen. Daarom is het toch voor 50 jaar. Van die gratis, zo'n gratis werk. Wat gewoon heel veel, wat wel vet is, maar daar kunnen meer opvragen worden. Oh ja, dat is misschien. En dat hoeft niet per se posen, maar dat kan ook gewoon met zeg of zo. Ja. Vindt u eigenlijk dat kunstgalerijen meer zouden werken met scholen? Bijvoorbeeld kunstgalerij naar een school, voor uitleg dit moet maken. En bijvoorbeeld de beste. Het beste project van een leerling hangt dan in een galerij of zoiets, zeg maar. Dag, één keer herhalen? Nee. Maar geloof, je moet articuleer. Vind je dat kunstgalerijen, museums veel meer moeten werken met scholen? Met scholen? Ja. Kunstscholen dan? 100%. Ja, vind ik wel. Of ja, gewoon een school. Alleen al het werken als in met opleidingen voor mensen in de kunstsector lijkt me heel goed. Maar ook samenwerken met basisscholen, als in basisscholen en leerlingen op het moment dat al naar musea halen. Dat is volgens mij heel goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ik heb wel het gevoel dat veel werkt. Dat veel gebeurt. Dat gebeurt ook al veel. Basisscholen, middelbare scholen valt wel mee. Ja, die zijn allemaal goed. Volgens mij gebeurt dat in Nederland veel meer dan in België. Het zou wel vet zijn als op de koning vaker zouden kunnen exposeren ofzo. Ja. Die zijn natuurlijk aan het maken en dus iemand aan het experimenteren. Maar ik weet niet of dat meer moet. Is dat al wel veel? Ja, ik heb al het idee dat het gebeurt. Ik vind het goed dat het gebeurt, maar ik weet niet of het meer zou moeten gebeuren. Omdat wij, maar allemaal volgens mij is het niet zoveel. De mensen die ik ken van de koning, volgens mij
hebben ze niet heel veel plek om te exposeren. Wat voor hen ook behaalbaar is, zeg maar, qua geld en qua bereikbaarheid. Zeg maar. Volgens mij is er niet echt een plek waar je gewoon kan gaan als het vet is met je druk, dat je dan kan exposeren. Zoals wij gewoon in een kroeg kunnen gaan spelen, kunnen zij volgens mij niet ergens. Ja, maar hebben ze eerder echt een soort event nodig? Ja, dat zou meer betekenen. Hoeveel zouden jullie kunnen spenderen voor een kunstwerk? Hoeveel geld is er aan muzikant? Ja, ik kan nauwelijks mijn boodschappen betalen. Dus ik heb nog 2 euro in rekening. Ik zou het wel willen spelen, maar dan zou ik ervoor moeten sparen. Ik zou niet elke maand iets kunnen kopen omdat ik het leuk vind. Ik zou nu 200, zeg maar, als ik iets echt vet vind, dan zou ik 200 max ervoor open hebben. Ja, ik ook. 200 euro. Ja. Zoveel, man. Dat kan je niet heel veel doen. Dat is echt niet zo schoon. Ja, maar dat zijn maar studenten. Andere vraag. Dus ik kan me inbeelden dat jullie ouders misschien ook wel zo geïnteresseerd zijn in kunst of totaal niet. Of waar, ja, kan wel, hè? Misschien iemand wiens ouders. Dus ik vermoed, aangezien ze ouder zijn, dat ze misschien iets meer kapitaal hebben. Hoeveel geld denk je dat je ouders over zouden hebben voor kunstwerk te kopen? Als ze iets zien dat ze echt maar grandioos vinden, hoeveel zou een gemiddelde middle-ager in Nederland, zoals ouders, daaraan uitgeven? Denk je, schatten. Ik weet dat mijn ouders wel echt eens een keertje iets gekocht hebben, maar dat was echt een uitzondering. Ik vond het gewoon zo mooi en dat was wel een paar duizend. Maar dat is dan echt één keer in een lifetime, weet je wel. Ja. Dus, ik denk dat mijn ouders wel een paar honderd euro, 300, 400, 500 euro gekocht zouden hebben. Dat ze echt heel gaaf vinden, dat zouden ze niet vaak doen. Nee, ik zou het niet zouden doen eigenlijk, tenzij ze echt heel vet vinden, dan misschien 500 euro. Dus een kunstwerk van 12.000 euro, no way. Mijn ouders zouden dat niet je doelgroep zijn als je, als je 12.000 euro voor iets vraagt. Nee. Daar hebben ze gewoon niet het kapitaal voor om dat allemaal te kunnen doen. Dus dan wacht ik van die nog om te krijgen. En is het een feit dat onze kunstgalerijen, dat we Belgen zijn, zou dat veel uitmaken voor Nederlanders dat ze daar kunst gaan kopen? Of? Het zou het iets exotischer maken. Ja, ik denk dat het voor is leuk aan het. Ja, als die. Kan je dat herhalen? Zou dat eens kunnen herhalen? Maar dat is geen beeld. De basisschool al muziekonderwijs en kunstonderwijs op de baan kregen. Ja. Heb ik het idee dat dat beter is dan bij ons. Dus ik dacht dat het best wel prima was in België. Ik heb het vertrouwen dat daar relatief kunstenaars van. Ik denk dat eerder aan de artiesten ligt dan dat jullie Belgen zijn. Ah, ja. Want er is zoveel internationale kunst. Maakt allemaal niet heel veel uit. De Nederlanders zijn ook niet zo. Op de Fransen misschien, maar op de Belgen zijn we niet zo picky. Dus dan. Nederlanders gaan niet zo snel van, oh, daar gaan we niet heen, want. Ik denk dat je kan het in je voordeel laten werken, maar het zal niet in je nadeel werken. Nee, eerder in je voordeel dan in je nadeel. Ja. Wat zou de bedrijf in het bedrijf gaan? Dus een heel hip bedrijf. Dat ook zeer interesseerd is in kunst. Wat voor kunst denken jullie dat ze zouden plaatsen in een bedrijf? Want voor bedrijven is het voordelig in Nederland om kunst te kopen, want dat is tot 40% aftrekbaar van hun belastingen. Dus stel nu dat er een hippe, nieuwe, redelijk groot bedrijf is dat kunst zou willen kopen, zouden ze eerder beelden kopen? Zouden ze eerder foto's kopen? Wat zouden ze kopen volgens jullie? Denken jullie? Het laatste beeld. Ja, ik denk het laatste beelden.
eerder... Voor deze vraag moet je helemaal eerlijk zijn. Wat is jullie... Verstaan jullie mij? Ja. Oké. Wat is jullie mening over België? Eerlijke mening over België. Zacht. Ja, zacht, maar zacht. Ik heb best wel goed. Ik heb wel een positief beeld. Ja. Is dat zacht? Ja, zacht. Zo. Ja. Ik vind het best wel hard en rauw of zo. Ja. Ik vind het meer terughoudend, gereserveerd en iets beleefd. Of, ja. Ja, meer gewoon minder, voorzichtiger minder, of zo. Behalve Fabian. Super zacht, maar soms wel een beetje terughoudend. Ja. Dat het minder makkelijk contact maakt. Ze zouden ook niet zo snel gelijk zeggen wat ze vinden of zo. Maar van België of van België als land? Van België. Van ja, ik vind heel fijne mensen. Het ding is, ik heb mensen ontmoet op mijn vorige opleiding. Daar snapte ik niks van. Toen had ik echt zo'n beeld van België dat ik dacht, ja, die lopen de hele winter in een korte broek. Maakt niet uit hoe koud het is. Ik zei, nu hier op Codex heb ik een heel goed beeld van België. Het is gewoon hele fijne, warme mensen. Ik kijk het nog wel even aan, zou ik het zeggen. Hij zit er van te vissen op de mensen. Bepaalde vooroordelen. Ja, ja, jullie eerlijke mening ook. En het geldt allemaal voor België, behalve Rafael. Ah, okay, chill. Dat is zeker een positief beeld, en zeker niet negatief. Goed, dank wel. Ik voel me het voor Rafael te bieden. Amsterdam is een huidige en andere mensen. Wat vinden jullie van Nederlanders? Direct. Eerlijk zijn. Direct. Jullie draaien niet rond de pot. We zijn eerlijk. Kort op de bal. Eerlijk. Echt eerlijk. Michel is wel de grootste Noord-Hollander, maar ik ken het ook al meteen. Ja. Ik ben het Hollandse trots. Ja. Enorm trots. Ik ben Michel, denk ik altijd klein Chineesje. Vaak ook trots. Enorm trots op Nederland. En het Nederlands zijn. Merk ik. Ik ben blij dat je bent opgenomen, niet chauvinistisch over mij. Maar hij bedoelt in de zin van vaderlandsliefde. Een Belg is niet zo, ja. Wat? Wacht, is de vraag, zijn we trots? Nee, ja, dat Nederlanders, hun indruk is dat Nederlanders trotser zijn op een land. Dan ja, dat mag ook wel, toch? Met jullie overheid. Wat, onze overheid? Ja. En, ja, jullie zijn open-minded. Het is niet echt, ik heb het gevoel dat jullie niet echt judgen op waar je komt, maar eerder op wie je bent. Ja, maar ik denk dat het goed komt omdat wij met mensen uit de kunstsector omgaan. We hangen wel met een bepaald soort mensen. Als ik bij mijn ouders kom en daar in de buurt van mensen, dan ben ik echt niet allemaal zo open-minded en ze hebben ook gewoon enorm veel. Is een waanstad. Ja, en het is ook dat wij in de kunstsector zitten waar gewoon iedereen nog vrij en open is. Ik denk dat dat uitmaakt. Ja, zeker. Ja, maar wordt dat gevormd door Nederland? Gewoon... Nee, dat is... Hoe erg is dat Nederland bepaald? Ja, dat is dat best wel. Ik heb niet idee dat het was in Nederland. Ja, misschien kijk hoeveel in percentage, wel. Hoeveel mensen ergens op PVV stemmen en die dat doen vanwege Oké, nog een andere vraag. Waar zouden wij onze kunstgalerij situeren? Eerder in Amsterdam of Den Haag of Randstad? Rotterdam. Ik zag serieus een kans van daar. Amsterdam is heel passief of zo. Maar dat is wel echt toegankelijk daarvoor. Ik grond wordt echt heel goed bezocht. Zijn er niet te veel in Amsterdam?
ik zou Amsterdam of Rotterdam doen, omdat ja. Amsterdam is al misschien meest gevestigd, maar Rotterdam is heel erg upcoming. En heel erg voor rauw artiesten ja. Van gaan en... Dat als artiest gewoon rondom en zo. Is Den Haag geen optie? Den Haag is veel minder... Concept. Ja, is heel klassiek inderdaad. Wat de kunstzin in Den Haag is niet bendig. Nee. Amsterdam en Rotterdam. Ja. Tenminste, er is een hele goede kunstacademie, maar die hebben daar geen plan voor om dat te werken. Ja. Naar een studio kunst te luisteren. Los van als je favoriete kunst hebt, dan zit je daar wel. Oké. Okay. Je hebt minder podium te maken. Ik moet Waar komen de meeste toeristen in Nederland? Amsterdam. En nu ook richting Rotterdam. Nou, nu wordt het populair. Daar moet je niet naartoe. Rotterdam is ineens heel populair. Kom maar niet, kom maar niet. Maar Amsterdam komt wel echt uit de voegen van de toeristen. Delft ook trouwens. Ja. Maar Amsterdam veruit het meeste van ja, heel, door iedereen wil naar Amsterdam voor de hoeren en de biet. En ze denken dat Amsterdam Nederland is. Vandaag in Amsterdam wil ik echt niet mee. Zijn er zaken die zeker not done vindt in de kunstgalerij? Zaken die jullie not done vinden? Als, eerder wat je wel dan. Bezoeken naakt rondlopen, denk ik niet te snel. Meneer, voor de kunstgalerij zelf. Ik vind eerder dat er veel te veel nat dan is. Je moet allemaal keurig voor je uitkijken. Nee, ik heb juist heel vaak dat ik tegenwoordig allemaal blote piemels op de muur. Ja, maar je moet wel serieus naar kijken. Ik heb één keertje toen ik nog 18 was. En toen ik 18 was, toen heb ik een keertje meegedaan aan de kunstnacht in Den Bosch. Ik heb gedaan, ergens in serieus? Ja, een soort performance act in een soort doeken. En er stonden wat schilderijen afgebeeld. En daar gingen we een soort dansen mee doen. Maar wij gingen daar gewoon een beetje grappig mee om. We deden daar een paar grappige dingen mee op muziek. En iedereen daar, die durfde gewoon niet te lachen. Terwijl dat altijd ergens anders gaan op het podium. En iedereen vond het fucking grappig. En toen deed het in dat museum. En iedereen werd er een beetje awkward van. En dat... Het is belangrijk dat de kunstgalerij ervoor zorgt dat je je op je gemak voelt in een tentoonstelling. Geen sfeer is. Ja. Ja, zij hebben de stem ook om een beetje te provoceren. Sorry? Om juist de platform. Ze hebben juist de platform en de manier om dingen, statements te maken of om. In ieder geval om een discussie te starten. En soms is het een beetje te voorzichtig. Okay. Dan zijn juist media hebben ze. En wat vind je dan juist wel zeer goed in de kunstgalerij? Die verstaan mij echt. Dus daar hoort wel niet toe aan. Nee, dat is wel expliciet. Ja, maar dat is wel. Niet zo dan. Is het in Nederland, alleen in Amsterdam of Den Haag, normaal dat je toegangsprijzen betaalt voor een kunstgalerij? Of is het altijd gratis of zo? Recht naar een kunstgalerij. Wij wel voor tentoonstellingen en musea, maar niet voor galeries of zo, niet. Nee? Echt zo van die private instellingen die gewoon kunstenaars onder hun hoede nemen, kunst verkopen, daar ook even gaat ze binnenlopen. Vanaf hoe je het noemt, denk ik. Als je een musea betaalt voor, als je de fietsen betaal je vaak ook voor. Ja, maar een schilderij betaal je dan weer vaak minder vaak voor. Ja, overzichtstentoonstelling als een musea, iets van overzichtstentoonstelling van een kunstenaar of een verkoping, wat je dan daar in deze plek staat.
En anders, maar ik weet het niet, is het normaal om een museum te hebben? Ja, dat is ook allemaal oude mensen. Huh? Ja, ik denk dat het best wel mijn oude kennis is. Chill hoor. Sprak ze houden er zo echt er ook in hoor, maar ik weet het veel oude mensen. Ja, ik heb er ook in en ik ga er niet eens. Maar je kan altijd gewoon vaat zitten. Kan altijd zitten in deze vaat zitten. Nee, maar ik bedoel, dat gaan we dan dus af. Wordt dat veel gedaan in Nederland? Ik ben ja, jawel. Dat is wel altijd normaal om naar een museum te gaan. Ja. Voor een bepaalde groep wel, maar voor een bepaalde groep ook niet. Nee. Want ik zie soms ook dat er dan bij reclames voor een expositie in Groningen. En ik ben helemaal naar Groningen. Ik ben naar Groningen gegaan, denk ik. Ja, ik ben dus David, maar je hebt ook andere. Dat is gewoon echt niet per se. Maar er wordt wel over instal betaald. Gewoon. Echt altijd, behalve als het particulier. Ja, toch? Oké, we zijn nu klaar met onze vragen. Denken jullie dat er nog iets belangrijk is dat wij zijn vergeten te stellen? Jullie willen gewoon een beetje in kaart brengen hoe wij in Nederland over kunst denken. Ja. Wat zijn ze even vergeten dat het nog belangrijk kan zijn in deze vragen? Is er nog iets opgevallen? Dat willen jullie in kaart brengen, maar wat gaan jullie met die informatie doen? Is het alleen het in kaart brengen of willen jullie iets van wat ik wil? Ja, we moeten een exportplan maken. En dan op zoek naar die nieuwe kunst waar. Kunt u nog eens herhalen? Ja. Gaat het alleen om het in kaart brengen van deze informatie? Of wordt dat dan ook vervolgens doorverwerkt naar dat jullie een expositie te organiseren aan de hand van onze antwoorden? Dus in kaart brengen. Enkel in kaart brengen. Ah, oké. Okay. Dan denk ik dat je het doet. Ja, dan verantwoordelijk voor normaal. Ja, misschien nog. We hadden wel een stukje over doelgroepen, maar ik denk dat daar heel veel te winnen valt. Ja. Want dat is gewoon best wel uiteenlopend. En dat is gewoon ook een studie waar je heel lang op kan zitten. Ja, precies. Dus nee, ja, ik weet niet precies wat ik nog meer mist. Dat is vrij compleet. Ja. Ja. Goed. Ja. Zo va. Bedankt dat jullie dat wilden doen. Jullie hebben ons echt wel geholpen met die vragen. Ja, echt bedankt. Hey. Bedankt, hè. Ja, ja, allee, goed, hè. Doei. Wat kent je die van? Wel, zoek. Zit die aan mijn tijd? Doe je gewoon lopen in klas? Allee. Ah, zie, die is... Ah, nee, die is nu aan het opnemen.